Goedemorgen allemaal en kijk eens wat een prachtige dag. Hele goede morgen allemaal en welkom bij de allereerste aflevering van Vincents Doet Nederlands. En wat gaan we doen in Vincents Doet Nederlands? Nou ja, de naam zegt het al. Vincents gaat Nederlands ontdekken. En Nederlands Vincents. Dus ja, het belooft een prachtige serie te worden. En vandaag gaan we daar niks minder dan het altijd pittoreske Middelburg. En dan zie ik jullie denken bij jezelf, Middelburg? What the fuck moet je in Middelburg doen? Nou ja, dat kreeg ik ook als reacties terug van jongens. Wat moet ik in godsnaam doen in Middelburg? Daar kreeg ik alleen maar, ja joh, daar wil je niet doodgevonden worden en baby, ga er alsjeblieft niet heen en Lange Jan, wat de fuck dat ook mogen zijn. Dus ja, dat sterkt mij dan eigenlijk alleen maar in mijn missie om te laten zien dat Middelburg, het Middelburgse, de toch wel een parel is van Nederlands en het Middelburgse als een warme deken aan wilde van historie en de zielse goedhartigheid over mij heen te laten vallen en te laten zien dat Middelburg dus echt wel hartstikke leuk is. Misschien wel leuk om te vertellen. Mijn cameraman die ik geregeld had van vandaag, die kon niet. Want het gaat niet zo goed met zijn moeder. Ik vind dat heel erg jammer. Want ik bedoel, of je nou een dagje met mij meegaat of niet. Weet je, als je terugkomt gaat het waarschijnlijk nog steeds niet zo goed met je moeder. Of nog slechter, dus ja, dan had je net zo goed een dagje mee kunnen gaan, toch? Ik vind dat toch wel heel erg flauw en mijn excuses. Jullie krijgen dan niet de beeldkwaliteit die jullie nou eenmaal van mij gewend zijn. Maar ja, jongens, ik ga mijn best doen en we doen het er maar mee. Dus mocht het beeld wiebelen, dan weet je waar het aan ligt. Nou, ik sta bij de parkeergarage hier. In Middelburg. Ik ben gearriveerd en zoals je ziet, iedereen is welkom. Iedereen is welkom hier behalve op het dak van de parkeergarage. Ik durf nou nog eens te zeggen dat het hier niet bruist in Middelburg. Moet je eens kijken. Zomaar een markt. Een of ander oud gebouw waar niemand wat vanaf weet. En hier een leeg glas wijn. Die Middelburgers die weten wel wat leven is hoor. Wisten jullie dat Middelburg een plaats is in de provincie Zeeland? En dat het op het voormalig eiland Walcheren ligt. En of dat eiland dan nog bestaat, of dat het eiland er helemaal niet meer is, of dat het eiland nog wel bestaat, maar helemaal geen Walcheren meer heet. Daar was Wikipedia niet echt onwijs duidelijk over. Dus dat is typisch een gevalletje van we zullen het nooit weten. Per 1 januari 2023 telt Middelburg 42.919 inwoners. Ondertussen zullen er wel een paar de pijp uit zijn gegaan en er een paar zijn bijgekomen. Dus ik gok zomaar dat dat cijfer wel redelijk actueel is. Ja. In het westen en noorden grenst Middelburg aan Veren, in het oosten aan Goes en in het zuiden aan Vlissingen. Nou en kijk lieve mensen, dit is toch wel heel erg leuk en dit vind je echt alleen in Middelburg. De mooiste Zeeuwse mythe en sagen. En ja, het lijkt me echt een prachtig boek, maar ik ga hem toch laten liggen, want zo boeiend vind ik het daar ook wel maar niet. En nu moeten jullie opletten, hè? Want in Middelburg zijn meer dan 4500 ondernemingen gevestigd. Met in totaal meer dan 45.500 arbeidsplaatsen. Dus het totaal is meer dan 45.500. Dus of dat er nou 80.000 zijn of 35 miljoen, dat is niet heel erg duidelijk. Maar voor degenen die hebben opgelet, er zijn dus meer arbeidsplaatsen dan dat er inwoners van Middelburg zijn. Ja. Dus het meeste van wat hier loopt is gewoon aan het werk. Huh? Ze hebben het er maar druk mee hier in Middelburg. En dat maakt Middelburg naast Terneuzen de ondernemendste stad van Zeeland. Ja. En daarnaast werken er relatief gezien heel veel mensen bij de overheid. Dus ja, zo druk zijn ze nou ook weer niet. Ja, de laatste jaren zijn ze wat drukker sinds ze die agenda van Satan er doorheen proberen te drukken. Oh, verkeerd om. In de stad staan een aantal korenmolens. Nou, kom hier meid. Mm.
van harte gefeliciteerd. Ja. 23, trek wat aan, meid, en smeer je in. Nee, iets typisch Middelburgs. Typisch Middelburgs? Ja. Vriendelijke mensen. Ja, dat heb ik door. Ik mag zomaar in je paspoort plagen. Ja, nou, de kanaal hangt wel. Ja, waar vind je dat eigenlijk? Die mevrouw ziet er wel uit. Stel, ik heb nog een paar uur te leven en ik ben in Middelburg. Wat moet ik dan echt zien? Abdij. Waar is die? Achter de Lange Jan. Achter de Lange Jan. De Lange Jan, als je een beetje naar die kant loopt, kunt u zo zien. De Kuiperspoort, ja, die is ook Kuiperspoort, ja, daar ben ik net geweest toevallig. Ja. Nee, ben ik nog niet geweest. De Koepoort. Ik kom handen en ogen tekort. Ja. Ik ben alweer vergeten, waar moest ik nou heen? Lange Jan. Kuiperspoort. Ik jou wat vragen. Ja. Stel, ik ben in Middelburg. Oh, nee, nee. Oh my god. Mag ik jou wat vragen dan? Ja, stel, ik ben in Middelburg. Ja. Wat moet ik doen? Naar de Oren. En wat is dat? Het is een hele leuke tent voor u. En waarom is dat leuk voor mij? Ik weet niet, u hoort daar gewoon thuis, denk ik. Dat is zeker een inrichting. Oren? Nee. Nee, even serieus nu. Ik heb nog 3 uur te leven. Wat moet ik zien in Middelburg? Nee, het is echt saai hier. Ja, Ik vind het nu wel mee. Ja? Waar komt je eigenlijk vandaan? Scheveningen. Oh, oké. Nee, hier is eigenlijk niet zoveel aan. Kom even naar Vlissingen. Ja. Echt? Oh, ik ben eindelijk beroemd. En nu wil je wel. Nee, ja, dit is dus wat te doen hier. Dat is het hele ding. Oké, ik hoor de Lange Jan. Ja, kan of... Ik ga hem sowieso beklimmen, dus... Waar moet ik heen? Daar. Daar? Naar links, de straat. Dan bent u daar al. Oké. Okay. Op zoek naar de Lange Jan. Ik denk niet dat... Dan zal je hem hebben. Nou, ik sta nou bij de Lange Jan. En dat is een 90,4 meter hoge toren. Zoals je ziet. En door de influencers van Middelburg wordt hij liefkozend de Lange Jan genoemd. En hij is merkwaardig gesitueerd... Tegen de zuidwand van de eenbeukige koorkerk zie je hoe merkwaardig dat is. Hier, zie je dat? Als je dan kijkt zo en je ziet dan in één keer die toren, dan denk je bij jezelf, goh, dat is wel merkwaardig. Huh? En de Lange Jan staat nummer 11 op de lijst van hoogste kerktorens in Nederland. Kan je het je voorstellen? Hoogste kerktorens in Nederland. Dus dat stelt in principe niet in mij veel voor. En sowieso, wie de fuck maakt er nou een lijst van de hoogste kerktorens? Wat de fuck heb je dan voor leven? Goh, ik zit de hele dag thuis, laat ik eens een lijst gaan maken van de hoogste kerktorens. En dan ook allemaal gaan bezoeken en ook gaan meten. Sowieso ga je dat meten. Maar goed, de toren kan tegen betaling... Oh, daar zijn we. Ja, die cameraman, hè? Motherfucker. Ik vraag me af hoe het met hem is. Met zijn moeder. De cameraman. De toren kan tegen betaling beklommen worden. Alle 207 treden. En dan heb je echt een heel fraai uitzicht. Over wat er omheen ligt. Dus dat lijkt me wel heel erg leuk om te gaan doen. Lange Jan, jezus, dat was een behoorlijke klim, zeg. Hey. Verdorie, gekke Lange Jan. Ik zal je nooit vergeten. Hallo? Nou, ik ben hier bij Sansi. Ja, en dat klinkt ook al echt puur Middelburgs. Oh, misschien is dit handig. Die fucking cameraman. Ik zal hem een standje geven als ik hem weer spreek. Dus ik ga nu genieten van de culinaire hoogtepunten van Middelburg, volgens die lieve mevrouw. Die mij net te woord stond. Dit is mijn betere kant. Voor zover ik die heb. Ik kan niet echt iets onwijs Middelburgs ontdekken of zo. Maar misschien dat kipsaté wel heel erg Middelburgs is. Ik weet het niet. Of misschien ook helemaal niet. En zet het gewoon op de kaart van joh. Kijk mij eens even niet Middelburgs zijn. Ja, mag ik een cola met achterlijk veel ijs alsjeblieft? Ja. Ga jij maar vertellen wat ik hier moet eten met zo'n hardcore Middelburgs. Ja, wat moet ik eten? Wat moet ik eten? Wat is van vis? Ja. Dan is deze wel heel lekker. Club Sal met... Ik hou niet van Sal.
Zijn Middelburgse zand. Voor vlees of vindt u dat te much? Ik heb net 3 dagen ayahuasca achter de kies, dus ik mag geen vlees. Geen vlees? Ja, dat wordt lastig. Vervelend ben ik, hè? Ja, een beetje wel. Ja. Misschien pulled chicken. Vlees. Ja, maar niet vleesvlees. Kip, dat is toch kip? Kip. Ja, kip, dat is toch kip? Ja, mag ik ook garnalen. Dus echt Middelburgse pulled chicken ga ik eten. Ja, goed. En echte Middelburgse garnalen met knoflookboter. En knoflookboter is van origine Middelburgs, omdat de knoflook wordt gewonnen uit de Middelburgse klei. Heb ik me laat. Ja, ze vertelde toen net toen de camera uit was, vertelde ze dat. Dus dan gaan ze met hun handen in de klei en dan trekken ze daar die garnalen uit. Knoflook. Dus knoflook trekken ze eruit en dan persen ze de knoflook op heel Middelburgse wijze. En dat moet zo ontzettend lekker zijn. Dat is knoflook zoals je knoflook nog nooit hebt geproefd. En ik ga dat proeven. En jullie niet naar Limburgse pulled chicken. Sorry, Tilburgse pulled chicken. Die kip die wordt dus gewonnen uit de mijnen van Middelburg. En nu zie ik jullie denken, ja maar heeft Middelburg dan mijnen? Nee, en daarom maakt het ook zo bijzonder. Want ze rennen hier dus als een, als een kip zonder kop achter die kippen aan. En om die dan te mijnen en dan uit de klei te trekken, zodat je de kip, die heeft een echt typisch Middelburgse smaak. En hoe smaakt dat dan Middelburgs? Ja, dus alsof ze een beetje uit de klei getrokken zijn. Net als de garnalen en de knoflook. Ik ga eten. Wel lekker, dat is een Middelburgs van jou. Typisch Middelburgs maaltje en je bent wat je eet, dus ik voel me helemaal Middelburger worden. En als ik ook zie hoe die meiden met me omgaan, ik word al echt opgenomen in de gemeenschap. Het is niet, wat staat hier kale idioot hier nou met een wortel van mijn neus, nee, het is gelijk van, oh wat leuk dat je er bent en kom, we gaan wat leuks doen met z'n allen ofzo. Ja. Heel, heel mooi om te ervaren allemaal. Nou, buikje vol, dus op naar het Zeeuws Museum. En moet je nou kijken hoe mijn microfoon eruit ziet. Ik kan voortaan wat beter wat meer microfoons meenemen hier. Die heeft een microfoonkanaalbehandeling gehad, zie je? Lijkt ook eigenlijk helemaal niet op een microfoon, maar goed. Voortaan wat meer microfoons meenemen. Het Zeeuws Museum, dus wat ik daar moet doen. Joost mag het weten, maar we gaan het allemaal meemaken. En dat was toevallig bij de Lange Jan, dus ik had eigenlijk vanuit de Lange Jan beter dan door kunnen lopen naar het Zeeuws Museum. En dan kunnen eten, maar ja, dan had ik onwijs honger gehad in het Zeeuws Museum. En als je ergens geen honger wil hebben, ja, dan is het toch wel in het Zeeuws Museum. Ik heb het even gevraagd aan de postbode en die wilde niet gefilmd worden. En dat snap ik ook wel, want ja, kom op. Als je hier... En dan rechtdoor. Nou, kijk eens, je loopt er zo tegenaan. De vlaggen hangen al uit, zie je dat? Zeeuws Museum. In het altijd fantastische Middelburg. Hallo, ik ben in Middelburg. Wat er is. Zo. En hij wijst mij deze kant op. Motherfucker. Allemaal zo. Ik vraag het nooit meer aan postbodes. Nou, ik gok zomaar dat het Zeeuws Museum dan hier is. Zo te zien... Is het heel erg druk. Ik denk dat meer mensen het idee hadden van... Goh, ik ga lekker naar het Zeeuws Museum. In het Zeeuws Museum en in musea moet je altijd heel zachtjes praten. Want er zijn mensen echt aan het genieten van kunst en dergelijke. En het heeft 4 etages. Wonderkamers. Daar ga ik naartoe. Hier is dat niet. Als je nog gelooft in pandemie, kun je hier lekker je handen afzepen. Kankergrote fase. Shh. Oh jongens, moet je nou eens kijken. Fucking mummy gek. Hallo mummy. Oh, laten we maar niet ontheiligen. Straks roep ik de pleuris over ons uit. Laten we eens kijken. Ja, het is een mummy. Van een kind. Het is wat... Middelburgse mummie.
Een Middelburgse mummie uit de Griekse periode. Ja. En hier dan een Middelburgse dode kat. Zie je dat? Opgezette kat. Nee, het is gewoon een dode kat. Een gemummificeerde kat. En dit is dan de opgezette kat. Hij kijkt naar de muur en wat daar de reden van is, geen idee. Maar het is wel triest, net als de mummie. Hier een gemummificeerde schildpad, zie je dat? Ja. En ik ben hier nu 3 minuten, maar ik begin toch al sterk af te vragen wat er nou zo zeeuws is aan dit museum. Hier al hoofdtooi uit fucking Guyana. Chinese vazen, het is echt een mengelmoesje. Middelburg is echt een mengelmoesje van allerlei leuke culturen, waarvan dus Guyana en Spanje er één van is. Valt mij wel op dat hier heel veel dode dingen zijn. Hier dode pinguïns, dode schoenen, dode mevrouw. Nou, een jurk die al lang uit de mode is, dat is ook hartstikke dood. Middelburg en de dood, ja. Ik weet niet wat dit voor kamer is. Het is wel heel smal hier. Het is echt totaal niet relaxed. Maar hier kan je echt niks zien. En hier heb je een uitlegvideo. Kunnen ze het even uitleggen? Ik vind heel veel van die voorwerpen in de rondkamer zijn. We hebben een soort magie over. Gaan we naar 3. Dit is Zeeland. Ja, dat weet ik dat dit Zeeland is. Fucking Middelburg. En hoe? Wat zijn we aan het genieten, hè, jongens? Wow. Check deze motherfucker, hè. Hallo, heet jij? Je moet wel... Oh, net alsof ze... Wel de microfoon praten, mevrouw. Oké. Hier een Zeeuws dood beest. Zie je? 11. Asperges. Denk ik. Ja, asperges. Zijn ze gek op hier in Middelburg. Hier. En dit doet mij denken aan mijn kasteel. Al die dode vogels. En ja, hier hebben ze er dan ook een houtje van om vogels af te schieten. En nou, laat het geheel toevallig zijn dat het kasteel toevallig ook in Zeeland stond toen. Ja, ik kan me goed, het stond ook in Zeeland. Ja, en hier een echte toren op. Wat zou er gebeuren als ik dat ding van de muur aftrek? En probeer naar buiten te rennen. Hier, een dode gast. Kijk nou eens, wat een leuk tafereel. Landschap met figuren en een dorpskermis. Dit zijn dan de figuren, zie je dat? En dit is denk ik dan de dorpskermis. En een bootje staat er ook op. Maar dat staat niet op het uitleg. Tis een koe, tis een koe, tis een koe. Dit is geen koe. Het is een paard. En ook figuren staan erop. Toch weer dode dieren. Ik weet niet wat het is met die mensen hier. Middelburgse mossel. Dat zie je gelijk. En hoe zie je dat een Middelburgse mossel is? Ik wil het niet zeggen, maar ik vind het ook echt kunst. Ik ga verder. Ik wil niet heel veel zeggen hoor, maar als je dan toch op aarde bent. Hier, kijk, deze man is zo vergeten. En je Middelburg. Ja, ik zou geen LSD eten als je hier naartoe gaat. Ja, of juist wel. Zo'n een cool potje. Het is toch wel een tripje. Het is een tripje waard. En voor die 10 euro weet ik voor de fuck. Voor de fuck. Wat het kost. Dit is een kom. Ja, je zou het niet zeggen. Het is een kom. Gevonden in Nieuwlanden, Vlaanderen. Het is een loodglazuur aardewerk koperoxide kom. En dat moet die kom lekker weten. Marines collectie van het Zeeuws Museum. Nou, hartstikke leuk allemaal. Hier, een beeld zonder hoofd. Echt, macaber volkje is het. De Middelburgers. Beeld zonder hoofd. Kom, we pleuren een beeld neer zonder hoofd. What the fuck, man. Een allegorie. Denk daar maar eens over na. En hier, Willem van Oranje. Zie je dat? Of Willem van Oranje is, geen idee. Nee, Joost de Moor. Hoe kan ik het mis hebben? Op wie lijkt deze motherfucker? Hier is die natuurlijk, Willem van Oranje. Ik vind hem niet oranje, maar... En hier krijg je een kopje thee aangeboden van een... Ja, hoe zullen we dat nou eens noemen? Een slaaf. Of mag dat niet meer?
Toen mocht het wel, dus dan mag het nu ook. Oh, nog een foto van Willem van Oranje. Het is wel knap hoe ze dat zo wisten te fotograferen, toen ter tijd. En hier heb je de familie van Oranje. Wisten jullie dat die uit Zeeland kwamen? Ik ook. Jesus. Toen hij nog niet aan het kruis hing, woonde die in Zeeland. Hier hadden ze nog respect voor hem, zie je dat? We willen ze hem een kroon geven in plaats van een doornenkrans. Ja. Nou, weer de familie van Oranje. Ze hebben niet onwijs naar hun zin. Okay. Die baby is boos, gek. Ja. Dat zou ik ook zijn als ik in zo'n donker hol zat. En die heb het ook niet. Maar die moeder ziet er ook niet al te best uit. Nou, het zal allemaal wel. Maar ja, het waren de middeleeuwen, hè. Toen lag iedereen te sterven van de tyfus en de honger. Nu is dat heel anders. Nu hebben we het allemaal hartstikke goed. Dit is wel heel leuk om te laten zien. Want dit is dus een portretbeeldje van een mogelijke schipper. Die het allemaal mogelijk heeft gemaakt. En ik denk dat we daar toch wel eens even bij stil mogen staan. Ja, geen woorden. Toen ze nog boeren hadden. Zie je dat? We hebben een oorbel. Homo-boeren. Ja, toen waren de boeren nog niet bedreigd. Door een satanisch stelletje psychopaten. En hier staat een andere homo met een tekkel. Willem van Oranje. Arnie. Hey Arnie. Het is echt de laatste plek waar ik Arnie tegen zou willen komen. Wat dikkere Arnie. Het zijn allemaal Arnie's. Dus je denkt dat je alles hebt gehad? Nou, en dit was hem eigenlijk wel. En daar ben ik wel heel blij mee. Nou, het leuke aan het Zeeuws Museum is dat je er ook redelijk snel weer uit bent. Oh, je kan wel zien dat de inflatie ook in Middelburg er flink heeft ingehakt. Er zitten nauwelijks nog mensen op terrassen. Ja, en als ze al op terrassen zitten, ja, dan nuttigen ze nog maar consumeren ze nog maar de helft van wat ze normaal zouden nuttigen. En ik denk dat dat goed uitkomt omdat de boeren ook afnemen in schaarste. Dus ja, is alles weer in balans. Hier echte Middelburgse watermeloeninpakkers hier op de achtergrond achter mij. En dat is toch wel een tafereel wat je echt zelden meer ziet in Middelburg. Vroeger was het echt bij schering en inslag, maar ja, tegenwoordig is die ambacht is bijna verdwenen. En laten we er even bij stilstaan. En laten we even doorlopen. Want zo begint het snel ook allemaal weer niet. Het is te triest voor woorden. Moet dat doorgaan voor een microfoon? Maar hier heb je dan de echte Middelburgse ananas. En hoe heet het nou? Ook iets. Allemaal Middelburgs. Hartstikke leuk. Nou, we het toch over Middelburg hebben. Waar is het midden van Middelburg? Ja, jongens, wat is er nou typisch Middelburgs? Ik heb het nog niet mogen ontdekken in ieder geval. Ja, behalve dan die bouwpauw met kip. Typisch Middelburgs, toch? Ja, totaal niet. Maar bijna heel Middelburg loopt in de drukkerij gewoon om er te zijn, om mensen te ontmoeten. Dit is dus typisch Middelburgs om hier rond te lopen. Dus ik ik ga hier nu rondlopen en dan dan duurt het niet lang meer voordat ik hier ook een huis koop. Al heel Middelburgs. Nelson Mandela. En hier lunchen dan alle Limburgers. Middelbeer. Ik voel me een beetje in het ootje genomen door die meneer. Het is gewoon een boekenwinkel. Ik durf die. Nu ook het idee dat ik een beetje Middelburg aan het uitlopen ben. Fuck. Wat is mij gebeurd? Zie je dat? Hij was al niet opperbest. Daar gaan we, microfoon. Een typisch Middelburgs. Typisch Middelburg. Kent je een standaard Hollander, toch? Ja, oké. Wel 10 cent voor je geeft. Pentegrugger dan dat? Ja, als je denkt nooit meer te gaan vinden, dan open je de kaart van cliché Middelburg. Ja, dan zie je hier allerlei rare namen waarvan je denkt van, what the fuck? Oerletoeter, Lusterflappen, Kokkelen, Hosternokken, Rinkelbussen, Druskop, Snoknobbel. Dus als je denkt van, goh, ik wil echt typisch Middelburg. Ja, dan moet je naar Middelburg en dan moet je de hele dag hier bij Café Cliché gaan zitten, denk ik. Wat is er nou zo leuk aan Middelburg?
Het zal me toch niet gebeuren dat het leukste aan Middelburg fucking Lange Jan is. Ik denk dat ik het maar opgeef. Het is mooi geweest, jongens. Wat hou je dan over aan zo'n dag Middelburg? Wat vind ik typisch Middelburg? Ik kan niet anders zeggen dan Middelburg, wauw. Geen woorden voor Middelburg. En als je mij vraagt van ja, wat is nou het allerleukste aan Middelburg? Dan zou ik toch zeggen, weet je, ga er lekker zelf heen en ervaar het gewoon. Want ja, er gaat toch niks. Je kan mij wel de hort op sturen van joh, ga maar naar Middelburg, ga maar even kijken. Ga er zelf eens heen. Ga zelf eens torens beklimmen. Ga zelf eens op rondvaarten zitten. En ga zelf eens in discussie met allerlei leuke serveersters die net doen alsof ze er helemaal geen zin in hebben. Maar als je dan zegt van ja, weet je, hier, Middelburg. Ik wou dat ik voor altijd in Middelburg kon blijven. Maar dat gaat nu helemaal niet, want ik heb andere dingen te doen met mijn leven. Dus ja, jongens, het was echt heel erg mooi. En ik zou zeggen, een hele fijne Middelburg allemaal. En een hele fijne Middelburg allemaal. Middelburg.